voetballiefhebbers hebben je een week of vijf ook niet op tv gezien. Nu wel weer even. Je hebt een andere look ook, hè, ineens. Nee joh, gewoon een baard laten staan. En, ik heb gewoon geen trek om me te scheren. Geen trek? Nee, ik heb geen zin om me te scheren. Daar heb ik nog nooit eerder last van gehad. En omdat je nu niet voor camera's hoeft te verschijnen, sponsoren? Dat is misschien ook dat je automatisch rekening houdt. Niet zozeer met die camera's, maar gewoon hoe je je moet presenteren. Als je ook met de jongens gewoon bezig bent en met mensen op kantoor. Ik wil daar gewoon altijd wel een beetje fatsoenlijk bij lopen. Maar nu interesseert me dat werkelijk helemaal niets. Voor mij zijn al die dingen nu onbelangrijk. Ik probeer sociaal te zijn thuis. Lukt dat? Nou ja, mijn vrouw weet na 30 jaar heus wel dat ik altijd op pad ben en bezig en vooral voetbaladem. Dus ik probeer me zo goed mogelijk daar nu in aan te passen. En het lijkt nu net alsof we hier dan een lijn is weg, maar dat is niet zo. Hoe gaat dat bijvoorbeeld hier met jou in Didam? Want je bent onlangs ook opa geworden. Nou ja, dat is natuurlijk. Dat maken wij ook mee. Ik ben ook gewoon onderdeel met mijn gezin van de normale maatschappij. En ik ben op 16 maart opa geworden. En tot op de dag van vandaag baby nog niet vastgehouden. Is voor mij lastig. Hè? Want ik zie wat het met mijn vrouw doet, wat het met mijn. Maar wij moeten gewoon, net als iedereen, als opa en oma, moeten we uit de buurt blijven van die kinderen om toch elk risico te vermijden. Wedstrijden spelen terwijl er honderden mensen op de IC's liggen, duizenden zelfs. Het is toch niet realistisch? Nee, en om dat ook niet in de zomer nog te gaan doen? Nee, en ook gewoon totaal niet belangrijk. Ik zat het vanmorgen weer te lezen hoeveel mensen hun baan kwijt zijn. Dat niet alleen mensen die echt in acute geldnood komen nu, om gewoon de boel draaiende thuis te houden. Hoe houden we in godsnaam nog die kinderen bezig, elke dag weer? Want daar zijn we niet voor opgeleid. Er zijn ouders, maar moeten toch naar school? Ja, dat is gewoon op dit moment het allerbelangrijkste om dat een klein beetje in goede banen te gaan leiden. Maar intussen moeten wij een heel klein beetje ook de Graafschap in de gaten houden. Uiteindelijk gaat er dan gewoon toch een doorstroming komen. Maar je kan niet zomaar, als je 75% van de wedstrijden hebt gespeeld, daar kan je niet zomaar een streep doorheen zetten. Daar is voor geknokt, daar is voor gewerkt en daar is allerlei beleid op losgelaten. Dus ik heb daar heel veel vertrouwen in. Alleen het is helaas niet het allerbelangrijkste op dit moment, maar stiekem, wij moeten daar toch beleid op maken. En dat doen we. Wij gaan uit van Eredivisie.